Het platform Jodenbreestraat heeft op vrijdag 5 maart een meeting gehad met onder meer het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost ten aanzien van het ordenen van de verkoopactiviteiten van venters in de voornoemde omgeving. Het betrof een vruchtbare meeting. Er zijn afspraken gemaakt waaraan deze groep moet voldoen, zodat ze ongestoord wat kunnen verdienen. De communicatiedienst Suriname was aanwezig tijdens deze bijeenkomst. Nou, ik mag in ieder geval de mensen die zich al een hele poos in de Jodenbreestraat ophouden en in onzekerheid een poosje hebben moeten verkeren. Het is een heugelijke feit om de samenleving vandaag mede te delen dat wij eindelijk tot een overeenstemming zijn gekomen. Wij hebben gekeken hoe we de zaak kunnen ordenen. Wij hebben de mensen de voorwaarden voorgelegd. De voorwaarden zijn vervat in een 26-tal punten, regels. En na een intensieve discussie hebben we uiteindelijk toch overeenstemming bereikt, consensus. En het is een goed moment, een prettig moment, een gelukkig moment dat we echt uiteindelijk dit punt hebben kunnen bereiken. Nou, de bedoeling is natuurlijk dat wij de mensen middels regelgeving gaan vastbinden in hun vergunningsvoorwaarden. En daaraan gaat men zich moeten houden, zodat we uiteindelijk komen naar die ordening, die veiligheid, die rust die we ook met z'n allen zo graag willen hebben in de Jodenbreestraat. Wat we niet willen hebben is dat er daar een stukje criminaliteit gaat plaatsvinden, een stukje vervuiling van de straat, wildplassen, een onveilige situatie, een hoop drukte. Dat willen we niet hebben. We willen dat alles ordentelijk aan toe gaat, heel rustig, heel netjes, goed georganiseerd. En na vandaag gaan we natuurlijk de mensen begeleiden in het proces. We gaan de mensen precies wijzen waar ze gaan moeten staan, dat er een standnummer komt. We gaan de mensen ook een badge moeten geven, zodat ze duidelijk herkenbaar zijn wie daar rechtmatig mag staan. We gaan ook openingstijden voor ze vastleggen. Dus kortom, de mensen die daar nu zijn en nog geen vergunning hebben, maar wel in het verleden een vergunning hebben gehad, we gaan ze met nieuwe regelgeving zodanig organiseren dat het ook prettig is voor de mensen zelf, maar ook voor de mensen die daar in de straten komen om spullen te kopen, zowel in de handelszaken als bij de mensen op straat. En de mensen worden in het gehele proces de komende dagen geheel begeleid. Dus we zijn nog niet klaar. We hebben in ieder geval een stukje theorie achter de rug. En nu gaan we over tot de praktijk. Want hoe gaan we dit nou invullen in de praktijk? En dan gaan we kijken natuurlijk of we alle kinderziektes ook op kunnen vangen. Want natuurlijk, het moment dat je gaat beginnen, zullen er natuurlijk ook wel dingen on the long run gaan ontstaan. En dan gaan we waar nodig corrigeren. Nou, de handelaren waren hier ook vertegenwoordigd, zoals je hebt gezien. We hebben hier mensen gehad van Kirpalani, van Musi Issa en andere handelszaken die zij vertegenwoordigen. En ze hebben duidelijk aangegeven dat ze in principe natuurlijk geen moeite hebben dat er mensen buiten op straat hun spullen ter verkoop aanbieden. Maar ze hebben ook aangegeven dat ze wel kijken naar een stukje ordening. Dat was tot het probleem eigenlijk. Maar ze zijn gelukkig met de nieuwe voorwaarden waaronder wij met z'n allen daar bezig zullen zijn. Dus ze hebben er totaal geen moeite mee. Ik heb ook expliciet opgenomen dat de straatventers dus niet voor de winkels mogen gaan staan. Dus dat staat duidelijk vervat in de voorwaarden. En alle partijen konden zich daarin terugvinden. Deze promis u tak oplossing kon. Je begrijpt, en mijn bribi, na de woord toe deze tak een oplossing kon. En mijn bribi tak am de wan duurzaam oplossing. Je begrijpt toch? Want die me kwam. Maar zijn je ook duurzaam. En uno na ondernemer, je begrijpt, maar de mij karo en straatventer, maar uno na ondernemer, leek van mij, ik ben ingeschreven naar de Kamer van Koophandel. Maar alleen mijn klein, mijn optie ondernemer, je begrijpt ook. Dan mijn Britse tak, Arregeren DC, de man met moeite tak, een oplossing kon, je begrijpt, een trekker naar. En parlementariër Edgar Sampi, amat bij de moeder Bakasandis, en amat fiti, wat oplossing kon, amat takanga DC, DC zelf kon werken mee, takanga netraman, en mi briti. Boy, mevrouw,
A promise mi breti taki a meeting sa mi mopoja a waka boom tak de matak do teken a vergunning en na wa her bigi feti usref shi na o me kanal smai bel mi mopo uitra kondre tak sei gebeur ma vrou me tegi an wa chin so strema na bigi mana lochtu snap na o sei tak e ala fasi a bifie po nou de man fu et har champi assemblé ma snap na o baka na o me ma snap na o baka so dat de tak na ngadisi a DC is ref werken mee, want if anna be werken mee, dat de borre mu op ta pastrati. Ma a DC, luku tide alasan, wakabung, de teken, de vergunning, de verlengding, ma de stel walo eisa, ma no tranga eisa ere. De man stel ma, mi breti tak a teken, want mi na wa echte hosselaar. Tee tak hosselaar, dan na wa meidlik mi echt hosselaar.